Je ziet dat de icoon rechtsboven in de hoek veranderd is. En dat komt omdat we nu van de tijd van ontdekkers en vorms van paragraaf 1.1 meteen doorgaan naar het zevende tijdvak, de tijd van de pruik en de revoluties. Paragraaf 1.2 gaat over iets wat in dat tijdvak al uitgebreid behandeld is, namelijk die democratische revoluties. En nu gaat het dus vooral om de democratische revolutie in Nederland, de Bataafse revolutie. Maar daarbij ontkom je er niet aan om ook even te kijken naar de verlichting. En dus, dan dus daarna te kijken naar wat voor gevolgen dat heeft dus voor het bestuur in Nederland. En nou ja, dat gaan we dus doen en beginnen dus even met die verlichting. Daarmee worden dus die opvattingen van die 17e en 18e eeuwse denkers bedoeld. Nogmaals, dat is vooral tijdvak 7. Kijk nog eens terug naar paragraaf 7.1 als je het allemaal even wilt weten uit je gewone boek. Maar ik fris even je geheugen op in ieder geval. Vanaf ongeveer 1760 zien we de verlichting heel sterk opkomen in Europa. En ook in Nederland dus bijvoorbeeld, maar nu even als Europees fenomeen, algemeen fenomeen. En wat was het ook weer, die verlichting? Nou ja, die kwam voort uit die wetenschappelijke revolutie. En de verlichte denkers die dachten dat die wetenschappelijke manier van onderzoeken niet alleen gebruikt kon worden om de natuur beter te doorgronden, maar om de hele maatschappij en de mens gewoon beter te leren begrijpen. Zij waren heel erg optimistisch eigenlijk. Ze hadden echt het gevoel dat alles begrepen kon worden met behulp van de ratio, met behulp van het verstand. Dan zou er dus hele grote vooruitgang mogelijk zijn. Nogmaals, die verlichte denkers waren vaak heel erg optimistisch. Ze dachten echt dat ze door hun verstand te gebruiken een betere maatschappij konden creëren. En ja, waar dachten ze dan zoal over na? Over bijvoorbeeld zaken als godsdienst en de economie, maar vooral ook over de politiek en de maatschappelijke verhoudingen. Dus het bestuur en welke rol de verschillende groepen in de maatschappij erin moeten krijgen. Nou ja, dan zijn er eigenlijk drie denkers die zeker ook voor Nederland, voor de Bataafse revolutie heel belangrijk zijn geweest. En die zetten we hier even op een rijtje. Dat zijn de volgende personen. We beginnen met de bovenste. Dat is John Locke. En de politieke ideeën van Locke, die komen heel erg simpel samengevat eigenlijk hierop neer. Locke zei dat ieder mens bepaalde natuurlijke rechten had. Het recht op vrijheid, het recht op bezit, het recht op geluk en dergelijke. En die natuurlijke rechten, die moeten gegarandeerd worden. De regering moet ervoor zorgen dat iedere inwoner van een staat die rechten heeft. Dat die rechten beschermd worden. En daarom, zei Locke, moet de regering een soort contract afsluiten met de samenleving, met de bevolking, waarin precies staat wat de taken van de regering zijn, wat er van de bevolking verwacht wordt. Dan moeten dus gewoon afspraken gemaakt worden over dat bestuur. En dan moet iedereen zich dan ook aan houden. Oké, de tweede persoon die we zien is de baron de Montesquieu. En die kennen we vooral als de bedenker eigenlijk van de trias politica, de drie machtenleer. De scheiding van de machten in een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Dit zijn volgens Montesquieu de drie belangrijkste taken van een bestuur. Maar juist omdat ze zo belangrijk zijn, moeten ze van elkaar gescheiden worden. Want de één moet de wetten bedenken, maar die moet ze dan niet ook gaan uitvoeren. En die moet ze al helemaal niet gaan controleren, gaan rechtspreken erover. Want dan zou je zichzelf eigenlijk gaan controleren. Dat moet dus weer aan iemand anders worden overgelaten. Als je de machten van elkaar zou scheiden, dacht Montesquieu, dan zou het bestuur het eerlijkst en het meest rationeel dus ook uitgevoerd kunnen worden. En dat zou dus ook het beste zijn voor de samenleving. Oké, en dan de onderste persoon, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau die was eigenlijk heel simpel gezegd voor de democratie. Hij vond dat er een gekozen volksvertegenwoordiging moest komen die de algemene wil van het volk zou uitvoeren. Rousseau zag ook wel in dat niet, net als bijvoorbeeld bij die Atheense democratie uit de oudheid, dat het geen zin had om alle burgers rechtstreeks invloed op het bestuur te geven. Dus hij was voor een soort indirecte vertegenwoordiging door die gekozen volksvertegenwoordiging er. Ja, en met name die Locke en die Montesquieu, die krijgen toch heel veel aanhangers in de Republiek. Rousseau wat minder, want ja, de regenten die die macht in handen hadden, denk even terug aan de vorige paragraaf 1.1, ja, dat was maar een heel kleine club en die vonden het eigenlijk wel prima dat ze dat ook binnen die kleine club hielden, die macht. Dus die democratie, dat zagen ze niet zo zitten, maar er waren behoorlijk wat regenten in Nederland die toch ook die ideeën van Locke en Montesquieu wel goed vonden. Ja, en dan breekt in 1775 de Amerikaanse revolutie of de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog uit. 13 Engelse koloniën die het idee hebben dat ze niet goed vertegenwoordigd worden in het Engelse bestuur. Dat ze geen inspraak hebben in dat bestuur. En ze eisen dus meer inspraak.
No taxation without representation, dat was de leus eigenlijk van die revolutie. Wij betalen geen belasting meer als wij niet gerepresenteerd, vertegenwoordigd worden in het bestuur. En nou ja, uiteindelijk leidt dat dus tot een onafhankelijkheidsoorlog. En die koloniën worden onafhankelijk en gaan als onafhankelijke staat verder. De ideologische basis eigenlijk van die revolutie, die vindt men dus in de verlichting. Daar komen die ideeën vandaan, van Locke en van Montesquieu. En eigenlijk ook trouwens van dat plakkaat van Verlatingen dat we in de vorige paragraaf hebben gezien. Het ontstaan van de Republiek der Nederlanden, dat was eigenlijk best wel een voorbeeld voor die Amerikanen. Maar goed, nu gebeurt dus het omgekeerde. Want die Amerikaanse revolutie breekt uit. En dat is eigenlijk wel weer een voorbeeld voor veel mensen in Nederland. Het is een inspiratie voor de zogenaamde patriotten, die in het laatste kwart van de 18e eeuw heel erg in opkomst zijn in Nederland. In de 18e eeuw gaat het namelijk steeds slechter met de Republiek en daarom krijgen steeds meer Nederlanders kritiek op het bestuur. Het begin van die patriottenbeweging, ja, dat kun je misschien wel in dit pamflet vinden, aan het volk van Nederland. En daarin worden eigenlijk de ideeën van de patriotten uiteengezet. Wat wil die patriotten dan? Nou ja, zij waren dus ook heel erg geïnspireerd door de verlichting, door die ideeën van Montesquieu en door die ideeën van Locke en ook wel toch van Rousseau. Want wat wilden zij? De patriotten wilden dat er meer invloed kwam voor het volk door middel van een gekozen volksvertegenwoordiging. En ze zagen nu dus dat in de Verenigde Staten gebeurde. En dat wilden ze ook in Nederland. En er moest een einde komen volgens die patriotten aan de macht van de stadhouder. En ook aan de macht van de regenten. Die moest beperkt worden. De stadhouder zou je kunnen zien als de belangrijkste regent. En op dat moment was stadhouder Willem de Vijfde. Die was de belangrijkste bestuurder eigenlijk in de Republiek. En ja, we hebben al in paragraaf 1.1 gezien dat die regenten, dat het eigenlijk maar een heel kleine kliek was die het bestuur in handen hadden. En dat het gewone volk eigenlijk nauwelijks invloed had op dat bestuur. En die patriotten vonden dat dus niet kunnen. En ze keerden zich heel erg tegen die stadhouder en dus ook tegen de regenten die achter die stadhouder bleven staan. Want er waren een aantal regenten die overstapten naar de patriotten eigenlijk. Maar velen bleven ook de kant van Willem de Vijfde kiezen. En die opkomst van die patriotten zorgt voor een heleboel onrust in de Republiek. Want er breken allerlei kleine relletjes en kleine opstanden uit. En de patriotten die grijpen op steeds meer plekken in de Republiek. In steeds meer steden grijpen zij de macht. En dan ontstaat er dus een strijd eigenlijk tussen de patriotten aan de ene kant en de orangisten of de prinsgezinden aan de andere kant. Dat zijn de mensen die achter de stadhouder blijven staan, die orangisten. En ja, als die strijd dan uitbreekt, dan krijgt ook het buitenland daarmee te maken. Want wanneer die patriotten uiteindelijk ook Den Haag in handen krijgen, dan moet de stadhouder samen met zijn vrouw vluchten naar Nijmegen. En ja, op zich, ik zou zeggen, dan zit je in de mooiste stad van de hele wereld, dus blijf lekker in Nijmegen en laat de patriotten uitzoeken. Maar ja, die Willem de Vijfde en zeker ook zijn vrouw, die dachten daar dus anders over. Die wilden graag terug naar Den Haag. En daarom werd de schoonbroer van Willem de Vijfde, daarvan werd de hulp ingeroepen. En die schoonbroer, dat was de koning van Pruisen, een machtige Duitse staat. En die stuurde een hele grote groep soldaten naar de Republiek toe. En daardoor werden de patriotten eigenlijk gedwongen om de Republiek te ontvluchten. En veel patriotten die vluchtten richting Frankrijk. Frankrijk was een land waar de ideeën van de verlichting ook heel erg aansloegen. En dat leidde onder andere in 1789... tot het uitbreken van de Franse Revolutie. Daar lukte het de bevolking dus wel om invloed op het bestuur te krijgen, om de macht te grijpen eigenlijk. En ja, dat wilde patriot ook. En die Franse revolutionairen wilden dat ook graag. En die wilden hun idealen, hun ideeën van die Franse Revolutie graag over de rest van Europa verspreiden. En uiteindelijk in 1795 keerden de patriotten dus terug richting de Republiek met een groot Frans revolutionair leger bij zich. En dat staat bekend als de Bataafse Revolutie, want dan nemen de patriotten de macht over en dan moet de stadhouder uiteindelijk vluchten naar Engeland. En vanaf dat moment is de Republiek der Verenigde Nederlanden niet meer de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar krijgt het een nieuwe naam, namelijk de Bataafse Republiek. En het bestuur van die Bataafse Republiek, ja, dat was dus op basis van die verlichte ideeën. Er kwam gelijkheid voor de wet. Iedereen was gelijk. Standen werden afgeschaft.
Daarnaast kwam er godsdienstvrijheid. Niet meer die gewetensvrijheid. Nee, iedere godsdienst die was gewoon gelijkwaardig aan elkaar. En ze mochten allemaal in het openbaar gewoon een eigen gebedsgebouw hebben en een eigen dienst houden. Of je nou dus protestant, katholiek of bijvoorbeeld joods was, zoals je daar op de afbeeldingen ziet. En ook kwam er dus, naar aanleiding van de ideeën van Rousseau, die volksvertegenwoordiging. En die volksvertegenwoordiging werd de Nationale Vergadering genoemd. Net zoals die dat ook in Frankrijk werd genoemd. En die kwam in 1795 bij elkaar. Ja, toen moesten ze dus eigenlijk het belangrijkste gaan bedenken. Oké, hoe gaat ons land er nou verder echt uitzien? Er moet een grondwet komen. Dat contract waar John Locke het eigenlijk over had gehad. Daarin moeten de belangrijkste zaken komen te staan voor die nieuwe Bataafse Republiek. En het duurde heel erg lang voordat ze met een goede grondwet kwamen waar iedereen het over eens was. Sterker nog, er moest nog een staatsgreep aan te pas komen ook. Maar in 1798 kwam er dan uiteindelijk een grondwet en daarin stonden een aantal belangrijke zaken. De verschillende privileges en de verschillende regels eigenlijk van al die verschillende gewesten, dat werd afgeschaft. Er werd een eenheidsstaat van, van die Bataafse Republiek gemaakt, want die grondwet die gold voor al die gewesten en die mochten dus niet langer hun eigen regels hebben. Dat is dus een heel groot verschil. En als het dan gaat om de vraag hoe komt er democratie in een land, nou ja, dan zien we hier een heel belangrijk iets eigenlijk, want hier wordt voor het eerst algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Iedere man die aan bepaalde eisen voldeed, die mocht stemmen. Die kreeg dus invloed op het bestuur. En in feite was er hier dus sprake van democratie, tenminste voor de mannen dan. Maar het blijft toch een heel rommelige tijd. Niet alleen in die Bataafse Republiek in Nederland, maar in Europa sowieso. Want die Franse revolutionairen die waren in heel Europa aan het proberen om zich heen te gaan, de macht van Frankrijk te vergroten. En in Frankrijk zelf was het ook onrustig en uiteindelijk komt daar in 1799 Napoleon aan de macht. En ja, die laat in 1801 laat hij opnieuw een staatsgreep uitvoeren in de Bataafse Republiek. Hij neemt erbij zelf eigenlijk meer de macht in handen in die Bataafse Republiek. Want dat algemeen mannenkiesrecht, dat wordt eigenlijk alweer afgeschaft. En ook de macht van die Nationale Vergadering wordt beperkt. Nou, dat is nog niet genoeg voor hem. Want uiteindelijk maakt hij zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806 koning. En hij schaft dus eigenlijk die Bataafse Republiek ook weer af. Die Republiek wordt nu een monarchie, een koningsrijk. Met dus die broer van Napoleon aan de macht. Maar 4 jaar later gaat hij zelfs nog een stap verder als hij Nederland onderdeel uitmaakt van Frankrijk. En dan houdt Nederland dus even op te bestaan. Oké, dus er gebeurt een heleboel in deze paragraaf. Die ideeën van de verlichting die grijpen wild om zich heen en zorgt er uiteindelijk ook dat de stadhouder wordt afgezet en dat er een meer democratisch bestuur komt, zoals je hier dus eigenlijk op deze dia ziet. Maar ja, uiteindelijk in 1810 houdt Nederland op te bestaan. En maakte dus onderdeel uit van Frankrijk. In de volgende paragraaf zullen we zien hoe dat verder gaat.